Hallo kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Yvonne Remus, haar naam is Bea. Hallo! Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen, vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Jullie denken van, wat liggen al die cd's daar? Ik ben die aan het uitsorteren. Maar, ik kom ook nog even om een kleine mededeling, kleine oproepje. Wie nog een leuke tekening kan maken of een leuke knutselwerk voor een jarige, voor wie het nog niet in zijn pen gekropen is, u heeft nog tijd om mijn oudste prins voor zijn 8e verjaardag op 23 april een kaartje of een tekening toe te sturen. Dit kan naar Maxent Hooglast. Dus ik ga dat hier allemaal in, ook in de beschrijving zetten. Grootstraat 14 3570 Alken. Dus maak een hele mooie kaartje voor deze jongen. Dus deze jongen wordt 8 jaar. Mooi. En ik heb dus toestemming gekregen voor een kleine oproepje te doen. Voor, voor een leuk kaartje of een leuke briefje toe te sturen naar hem toe. Dus ik hoop dat jullie het doen. En jawel. Welkom weer al op een deel mensen, van mijn nieuwe vlog. Ik heb hier nog een lekkere vanillepudding gemaakt. Zoals s'avonds. Jammer genoeg gaat het niet zo met een lange vlog zijn. Omwille van... We hebben niet veel gedaan vandaag. We hebben veel naar televisie gekeken, naar Witse gekeken, naar Enzo Canola wat bijgebeend. En dat was ook al direct meer dan een uur. En Aspen. En dan subiet naar dit. Moet ik nog mijn vlog nog in elkaar steken, die van gisteren. Dus ik zit dan ook weer achter de computer. En dat is wel moeilijk hoor, zo met één hand de vanillepudding doen. Maar het lukt. Het lukt, het lukt. En dan mooi in de koelkast steken, dat die kunnen afkoelen, dat dat dikker kan worden. Ik heb nog 4 kommetjes met chocoladekolkjes in, muizenstrontjes, hagelslag. Hoe noemen jullie dat? Laat het in de reacties eens weten hoe jullie dat noemen. Zo muizenstrontjes of hagelslag. Of muizenkeuteltjes wordt dat ook soms eens genoemd. Allee, ik zie jullie zo weer terug, want, of anders ga ik knoeien. Weet je wat ook nog een kok altijd mag doen? Ja, de pannenken leegschrapen met een lepel. Dat gaat mij lekker smaken. Dat ga ik doen achter mijn laptop, terwijl dat ik dan ga renderen voor de vlog in een kantstuk van gisteren. Want ik wil dat die ook heel graag nog voor 7 uur online gaat geraken, maar ik ga er toch wel mijn twijfels over trekken dat dit... niet meer gaat lukken. Nee, niet meer. Dat ik in tijdsnood zit. Ik heb wat de tijd uit het oog verloren. Ik geef het eerlijk toe mensen. Ik heb de tijd uit het oog verloren. En nu ben ik nog iets aan het zoeken. Mijn witte kabel. Mag die alsjeblieft eens alsjeblieft schatten. Dankjewel. Voilà. Oh, mijn schatje is toch een schat. Hé schat. Ja. Nu zit ik terug uit mijn laptop. Paswoord ingeven. Papapam. En dan kabel ik het erin. En dan aftappen. Joe. Zo mensen. Ik weet het. De Vonken is iets te laat online. En ik weet niet wat er juist weer gegaan is met mijn laptop. Want ik zie... Ah. Ik zag even mijn muis niet. Ik moet even wat tegenbelichting doen. Ik ga dus nu mijn vlog nog gauw uploaden. Het is al 4 na 7. En ik hoor het jullie allemaal te zeggen. Te laat! Ik weet het. Maar ik heb ook ondertussen tijd een nieuwsbosje gemaakt. En er is ook weer iets heel nieuws opkomende. Elke vrijdag ga ik dan ook voor jullie dan op zoek gaan naar de gratis games. Op, zowel op Steam als op Epic Games. Als nog andere websites, daar staat ook nog op aankomende. Zo kunt je nu zo gelijk Borderlines kun je nog spelen tot en met 30 april. Dat is nog redelijk lang. Oh nee,
Deze actie is omwille van een bundel was dat voor 30 april. Maar Borderlands is, als deze vlog nog online komt, nog 3 dagen speelbaar. Dan heb je nog Shogun 2. Die kun je pas gratis spelen vanaf 27 april 2020 tot en met 1 mei 2020. En dan heb je nog Just Cause 4. Kun je nog spelen tot en met 23 april. En dan heb je nog Wheels of Orlia. En die kun je ook nog spelen tot 23 april. Alle informatie vind je terug op www.psychotv.be. En nu gaan we dat elke vrijdag zo dan doen. Dan ga ik ook proberen nog wat meer gratis games zien vast te krijgen. En dat... Echt, de vaste gratis games die gaan dan ook nog een aparte pagina ook nog gaan krijgen op mijn website. Ook met wat uitleg en al. Dus hou zeker nog PsychoTV in de gaten. Want er staat nog een en ander nog op de programma om te veranderen. Maar ja, jammer genoeg kan ik daar vandaag niet meer. Omwille van, ik ga nog wat me-time met mijn schatje. Dat moet ook gebeuren. Ja, en dan kunnen we samen nog naar series kijken, wat we nog vandaag nog niet hebben gedaan. Ondertussen zet ik de vlog in het upload. Voilà. Gereed. En dan... Volgende... En trek openbaar als hem klaar is. Dus bij deze. Ik ga ook jullie laten bij deze. Sorry dat het zo'n kleine vlog is geworden. Ik denk dat mijn schatje naar de wc is. Wat dan? Ah. Ja, er zijn mensen buiten. Ze zijn nog altijd op de slaapkamer. Eens even gaan komen controleren. Oh ja, ze zit nog altijd op de slaapkamer. Alles goed nog, schat? Ja. We gaan hier morgen eens wel eens opruimen, hè. Mag ik het laten zien? Hoe rommelig? Waarom niet? Dan zien ze soms toch ook aan mij hoe rommelig dat mijn woning is. Nee of nee, ja? Ik ben niet naar mijn schat aan het kijken, hè, kijkers? Liever niet. Oh, oké. Okay. Ik respecteer haar privacy. Bij deze. Ik geef haar heel toe aan de pijn op is. En nee, niet naar mijn schat. Oké. Okay. Ja, nee, ze is ook al wat ziekjes. Ze is al, toch al even ook al wat aan het hoesten en al. Dus daarom is ze ook redelijk wat aan het rusten is. En nu ga ik jullie laten... Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Ga zeker ook naar mijn Discord chat. De link staat in de beschrijving. Klik ook op het belletje. Dan blijven jullie op de hoogte van het rijden. En zelf wanneer er een nieuwe vlog online komt. Is er dan nog iets? Ja, ik moet ook eens surfen naar www.psychotv.be. Want daar probeer ik die website nu toch levendiger te houden. Dus zo heb ik het ook nog op het programma staan, de gratis games waar ik wil gaan doen en al. Dus om mijn website te laten verschijnen. Maar daar is nog even werk aan. Dus ja, bij deze. Wilt je ook materiaal huren van PsychoTV? Dat kan ook. Dat staat ook op integraal op mijn website www.psychotv.be. Bij deze. Dus als jullie ook materiaal verhuren, dan zit ik ook op locatie. En dan kunnen jullie ook altijd naar mij of naar Bea komen voor een handtekening. Jij. Bij deze zijn jullie weer al op de hoogte. Tot morgen. Yo.